Je weet veel meer dan je denkt. Volg je hart. Vertrouw je onderbuikgevoel. Luister naar je intuïtie. Je intuïtie, je gevoel. Misschien vind je het zweverig klinken en vertrouw je meer op je verstand. En dat is ook iets wat we in onze samenleving eigenlijk leren en wat we gewend zijn. Hè? Vooral ons verstand te gebruiken. En zijn we niet gewend om te luisteren en te handelen naar ons gevoel? Maar je verstand heeft het ontzettend druk. Je bent de hele dag aan het denken. Je wil dingen beredeneren, je wil dingen begrijpen. Je verstand wil graag dingen anders onder controle hebben en plant heel veel en houdt ook van oordelen. Je brein die vindt van alles, die vindt het goed, die vindt het slecht, die vindt het goed, die vindt het fout. Maar wist je dat je naast je brein nog twee andere breinen hebt? Namelijk je hartbrein en je buikbrein. En die drie verschillende breinen, die hebben alle drie hun eigen basisfuncties en hebben hun eigen taken, zal ik maar zeggen. Hun eigen eigenschappen. Zijn ieder uniek. En zijn tegelijkertijd met een gigantisch zenuwnetwerk verbonden met elkaar. En daardoor werken ze samen. Ieder met hun eigen functie, zou ik maar zeggen. En wanneer ze alle drie samenwerken, dan zal je veel meer balans ervaren tussen denken, voelen en doen. En je hartbrein die staat voor compassie. Je hart staat natuurlijk voor liefde, voor verbinding. En in je hart ontstaan je verlangens en je dromen. En in je hart ervaar je van, ja, wat vind ik belangrijk? Waar krijg ik energie van? Waar word ik enthousiast van? Waar wordt mijn hart warm van? Waar gaat mijn hart sneller van kloppen? En dan heb je, en je brein, je hoofdbrein, zou ik maar zeggen, die gebruik je dan om die verlangens en die dromen, om daar creatieve oplossingen voor te bedenken. Om daar ook iets van te gaan maken. Iets creatiefs. En dan heb je ook nog je buikbrein. En je buikbrein die staat voor identiteit, veiligheid. En je buikbrein staat ook voor moed en actie. In je buik leer je grenzen aan te geven. Met je buikbrein voel je jouw grenzen. En wanneer jij je grenzen aangeeft, en dan laat je aan andere mensen zien wat jouw verlangens zijn en wat je behoeften zijn. Dan geef je dat duidelijk aan. En dat geeft jou ook dan een gevoel van veiligheid. En je buikbrein brengt je ook in beweging. Je buikbrein brengt je in beweging om die dromen die je dan hebt, om ook de moed te hebben om actie te ondernemen. Om daar ook stappen in te gaan zetten. Dus het is heel belangrijk dat die drie gaan samenwerken. Dan ontstaat er een balans tussen voelen. Vanuit het voelen ga je plannen maken, ga je bedenken. En vanuit het denken ga je tenslotte met je buikbrein ga je daarnaar handelen. Als die drie, als het moeilijk is om die drie samen te laten werken, dan zal je meer stress en frustratie ervaren. Dan ontstaan er een soort innerlijke conflicten bij je, tussen je gedachten, tussen je gevoel en tussen je acties. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld te veel in je hoofd zit, waardoor je het lastig vindt om te voelen wat je nou eigenlijk in je leven wilt, wat je nou graag wilt. Of je weet bijvoorbeeld wel heel goed wat je graag wilt vanuit je hart en wat je verlangens en wat je dromen zijn. Alleen ontbreekt het je nog aan moed om ook daadwerkelijk actie te gaan ondernemen. En dat klinkt natuurlijk heel mooi en simpel. Hè? Breng die drie breinen dan maar eventjes in balans. En overigens, je innerlijke wijsheid. Als die drie samenwerken, dan ervaar je die innerlijke wijsheid. Dan kun je vertrouwen op je intuïtie, jouw innerlijke weten. Want er is maar één van jou. En al die wijsheid en al die uniekheid zit al in jou. Al die antwoorden zitten allemaal al in jou. En
door jouw intuïtie aan te spreken, kun je dus jouw eigen pad gaan volgen. Jouw eigen unieke verlangens vorm gaan geven. Jouw dromen gaan verwezenlijken. Nogmaals, alles is al in jou aanwezig. En helemaal als die drie in evenwicht met elkaar zijn. En naast de dromen verwezenlijken kun je ook je intuïtie heel goed gebruiken tijdens je examen. Je intuïtie helpt je ook om keuzes te maken. Stel dat jij nou tijdens het examen twijfelt tijdens een opdracht tussen optie A en tussen optie B. En dan zou je je intuïtie kunnen aanspreken en kunnen gaan voelen of gaan vragen van oké, voor welke optie kies ik? En dan zal er iets in jou zeggen dat je bijvoorbeeld voor optie B moet gaan. En examenboost 2021 heb ik ook ontwikkeld vanuit mijn intuïtie. Ik werd heel blij van het idee om deze gratis training voor middelbare scholieren die examen gaan doen dit jaar te gaan ontwikkelen. Van het idee werd ik blij. En toen ben ik vanuit mijn hoofdbrein, ben ik volgens mijn eigen 8 stappen, ben ik dat gaan vormgeven. En ook al vind ik het nog steeds spannend, ik maak toch elke keer weer een filmpje. En dus zo mooi is het als die drie breinen gaan samenwerken. En nogmaals, kun jij je unieke pad gaan volgen. En hoe kun je dus beter leren luisteren naar je intuïtie? En dat kun je gaan trainen. Dat kun je ook ontwikkelen. En daarvoor is het belangrijk dat je stilte en rustmomenten ervaart. Dat je die gaat creëren en dat je ook ontspanning gaat creëren in je lichaam. En je hoofdbrein die heeft meestal het hoogste woord. En je andere twee breinen zijn veel zachter, fluisterender, zeg ik dan wel eens. Je innerlijke stem. Dus dat vraagt echt momenten van stilte en van rust om te gaan leren luisteren en te vertrouwen. Te gaan herkennen en op te merken die sensaties in jou. En dat is ook voor iedereen weer verschillend. En meditatie is voor mij een hele goede manier om rust en stilte en ontspanning in mezelf te creëren. En dus die innerlijke stem in mij te herkennen en op te merken. En het is heel belangrijk dat je die innerlijke stem serieus neemt. En het is jouw innerlijke stem, wat je ook hoort, ziet of voelt. Maar dat is ook voor iedereen verschillend. Je kan ook tijdens een meditatie kun je ook gaan vragen van goh, wat is nu goed voor mij? Of wat is nu mijn beste volgende stap die ik kan maken? En in plaats van dat je gaat zoeken naar een antwoord, is het heel belangrijk dat je open en oordeelloos bent naar een boodschap. Naar een antwoord van jouw innerlijke stem. En dat kan een beeld zijn, dat kan een symbool zijn, dat kan een woord zijn, een gevoel zijn. Ja, bij mij zijn het verschillende dingen. De ene keer is het een beeld en de andere keer is het een gevoel. Of ik hoor ook duidelijk een innerlijke stem spreken. Maar het is voor iedereen belangrijk. En nogmaals, het is heel belangrijk dat je dat serieus neemt. En dat je de stem wel serieus neemt, maar dat je met je intuïtie gaat spelen. Ga mee experimenteren. Zonder daar een oordeel over te hebben. En zeker zonder een verwachting daarin te hebben. En stel ik gewoon nu voor om samen weer eventjes een korte meditatie te doen. Om die drie breinen te gaan ontdekken. Om daar verbinding mee te maken. En ook eens met elkaar te gaan verbinden. Ik ben heel benieuwd hoe je deze meditatie gaat ervaren. Dus zorg weer dat je zo comfortabel mogelijk zit, rechtop. Dan zet je voeten weer, blote voeten graag. Blote voeten plat op de grond. Met je voeten onder je knieën. Geef je benen de ruimte. Zet je voeten, zeg ik altijd, heupbreedte neer op de grond. En je zorgt ervoor dat je rug actief is, je wervelkolom. Dat je lengte creëert in je ruggengraat. En draai je schouders maar een beetje naar achteren. Laat je schouderbladen weer zakken op je rug. En leg je handen maar op je dijbenen weer neer met je handpalmen omhoog. En dat is echt weer een open houding.
Je mag je kin een klein beetje naar je borst laten zakken. Het is net weer alsof je naar beneden kijkt, richting de vloer. Dan mag je ogen sluiten. En vind je ademstroom weer. Na elke meditatie is een nieuwe ervaring, dus wees gewoon weer open, nieuwsgierig. Haal verwachtingen eraf. Laat perfectie los. Laat gewoon zijn wat er wil zijn op dit moment. En wees nieuwsgierig wat het jou kan brengen. Deze nieuwe ervaring. Wat jij ervan kunt opsteken. Dus bewust uitademen. En ook weer ontspannen inademen. Zonder iets te veranderen. En terwijl je rustig blijft doorademen, dan maak je even een scan van je hele lijf. Van top tot teen, nieuwsgierig of je bepaalde plekken sensaties ervaart. Wat spanning in je lijf. Misschien in je schouders. Of in je buik. En alles is oké zoals het nu is. Jij bent helemaal oké. En mocht je gedachten afdwalen, met een innerlijke glimlach, vind je ademhaling weer. En sta jezelf toe met iedere uitademing wat meer te verzachten. Je lichaam wat meer te ontspannen. Puur als een intentie. Adem in door je neus. En uit door je mond of ook door je neus. Misschien kun je al wat dieper ademen, wat meer naar je buik toe. Voel je je buik ook mee bewegen met iedere ademhaling. En blijf bewust aanwezig. En terwijl je ontspannen blijft doorademen, breng je als eerste je aandacht naar het centrum van je hoofd. Het centrum van je hoofd, dat is een punt. Als je nu de plek tussen je wenkbrauwen, als je een horizontale lijn trekt tussen die plek vanaf het centrum tussen je wenkbrauwen naar de achterkant van je hoofd. Als eerst een horizontale lijn. En dan een horizontale lijn denkbeeldig trekt tussen de bovenkant van je oren, tussen links en rechts. En het kruispunt van die twee lijnen, vertrouw er gelijk op. Het kruispunt van die
van die twee lijnen, dat is het centrum van je hoofd. En al je aandacht breng je nu naar het centrum van je hoofd. En zie die plek maar voor je, visualiseer het als een lichtbol. En dat die lichtbol ook mee ademt. Dus groter wordt op een inademing en ontspant op een uitademing. En wees eens, observeer die plek. En misschien ervaar je een bepaalde energie daar. Puur nieuwsgierig zijn. En zak je met je aandacht rustig lager naar je hartcentrum. Midden op je borstbeen, naast je fysieke hart. Tussen je oksels. En ook daar, die plek, mag je voorstellen als een lichtbol. Als een lichtbol die mee ademt. En hoe voelt je hart vandaag? Hoe voelt de energie van je hart vandaag? Dat kan ook iedere dag weer iets verschillen. Voelt de energie van je hart vandaag een beetje verkrampt, een beetje dicht, omdat je veel stress ervaart? Of voelt je hart open, licht, ruim? Alles is oké, zonder iets te forceren, laat zijn zoals het gewoon nu is. Omarm het zoals het nu is. En ook nu zet die lichtbol zich uit op een inademing. En komt weer terug tot de normale vorm op een uitademing. Puur met je aandacht aanwezig zijn. In je hartcentrum. Die plek waar jouw verlangens en dromen ontstaan. Plek van compassie. En mag je met je aandacht nog lager zakken naar je buik, onder je navel, dus echt de ruimte tussen je heupen, ongeveer 5 centimeter. Onder je navel, maar dan diep in je bekkengebied. Echt diep tussen je heupen. En ook daar visualiseer je weer een lichtbol. Je onderbuikgevoel. Buikbrein. Ja, belangrijk om jouw verlangens en dromen om actie te ondernemen. En de plek die jou die grenzen laat ervaren, zodat je je veilig voelt in jezelf. Die lichtbol ademt ook weer mee. Inademen. Groter, ruimer, lichter. Meer licht. Uitademen tot de normale vorm. Alsof je door die lichtbol heen ademt.
En als je het lastig vindt om de energie daar te voelen, en weet dan dat jij met je liefdevolle aandacht daar bent, dat dat al heel veel doet. Dus als jij maar met je aandacht daar bent en daar bewust blijft, dat dat al meer dan voldoende is. Het kan zijn dat je in het begin daar weinig voelt. Het is allemaal oké. En hoe voelt de energie in je buikbrein, deze lichtbol, deze krachtige plek, in dit krachtcentrum? Of misschien zie je kleuren, dat kan ook. Nou, wat ik al zei, je innerlijke wijsheid. Dat is jouw uniekheid. Dus neem het serieus. Weet ook dat het allemaal weer kan veranderen. En tot slot verbind je alle drie de breinen met elkaar. Alle drie de lichtbollen met elkaar. Dus breng je aandacht naar alle drie. Het centrum van je hoofd. Je hartcentrum. En je buikcentrum. Alle drie tegelijk. En laat ze alle drie tegelijk ademen. Alle drie tegelijk groter worden. Ruimer worden op een inademing. En weer rustig ontspannen op een uitademing. Je hoofd. Je hart. En je buik. Samen ademen. En wat ervaar je nu? Ervaar je meer kalmte in jezelf? En meer helderheid in je hoofd? Ervaar je meer compassie voor jezelf? Meer geduld en mildheid naar jezelf? En ook meer stabiliteit, meer zekerheid in jezelf. En door meer en meer te vertrouwen op jouw innerlijke wijsheid. En tot slot mag je je lichaam nog even als één geheel ervaren. Dus maak even contact met je hele lijf. Van je kruin tot je tenen, je armen naar je vingers, voor en achter, links en rechts, boven en onder. En adem nog maar even drie keer door je hele lichaam heen, helemaal uit. Sluit deze meditatie af om met de intentie om voor jezelf wat vaker ruimte te creëren om die stilte en die ontspanning in jezelf toe te laten, zodat jij beter leert luisteren naar je innerlijke wijsheid, naar die innerlijke stem, dat je die gaat herkennen, dat je die gaat opmerken, zodat jij volgens je eigen waarheid kan gaan leven. Voelt wat voor jou goed voelt. Wat jouw energie geeft. Waar jij blij van wordt. En jouw unieke pad gaat bewandelen. En breng je tenen weer een beetje in beweging. En je vingers. Misschien ja, alweer een beetje beweging ook brengen in de rest van je lijf. Jezelf weer even een huk geven. Dat je uit dankbaarheid dat je zelf weer even tijd hebt genomen aan zelfzorg en aan zelfontwikkeling. En als je zover bent, mag je rustig weer je ogen openen. En ben ik ook heel benieuwd of jij je intuïtie al gebruikt bij het
maken van beslissingen, bij het maken van keuzes en misschien ook al bij je toetsen hebt gedaan, bijvoorbeeld bij school. Ja, want wanneer je op die innerlijke wijsheid leert te vertrouwen, dan kun je ook dus veel heldere keuzes, veel beter heldere keuzes maken voor je studie, maar ook voor je werk, voor later misschien je werk en voor je relaties, voor alles. Dus ik lees graag je ervaring, of misschien heb je nog een vraag over dit onderwerp, dan mag je die natuurlijk uiteraard ook stellen. En wil ik je bedanken weer voor je tijd en voor je energie. En tot stap 7 alweer. Dankjewel.